Wat doen jullie jezelf tekort vandaag? Ja, dat is een goede samenvatting, want ik vond ik een hele goede eerste helft speelde. Waarin je minimaal gelijkwaardig was, maar ook veel meer doelgevaar creëerde. Ja, ik denk als je de kansen afmaakt, is het feest. Ja, dan is het echt leuk. Nu heb je alsnog een hele goede eerste helft, waarin je uit een eigen balverliesmoment op achterstand komt. Maar zelf heel veel creëert. Vrije trap, bal op de lat, denk ik wel 3 keer een goede schietkans. Dus ja, eigenlijk heel veel goed gevoel overgehouden aan die eerste helft. Tweede helft natuurlijk een hele zure, slechte tweede tegengoal. Toen zijn we even ook, vind ik, ingestort. Dat vond ik de slechtste fase die we hadden van de wedstrijd. Ja. Maar tegelijk ook wel heel knap met een ploeg die het niet makkelijk heeft. De rug toch weer recht. En dat in plaats van 3-0, 4-0, 2-1 wordt. En we nog kunnen jagen naar 2-2. Ja, dat is knap, maar die momenten moeten er natuurlijk wel uit. Ja, maar ik zou bijna zeggen dat snapt iedereen. Alleen daar is ook geen knopje voor. Nee. Hoe moet dat? Hoe is de sfeer in het kleedlokaal? Ja, als je verliest, maar niet uit hoe, als je verliest is de sfeer altijd slecht. En dan heb je los van hoe je de tegengoals krijgt, dan is misschien goed spelen en verliezen altijd nog wel zuurder dan gewoon 2-0 verliezen. En eigenlijk het heeft niet ingezeten vandaag. Zo'n nederlaag waarin je goed speelt is altijd het meest zuur, maar ja, de grootste les is natuurlijk wel, hoe beloon je jezelf meer? Want je kan het hebben over geluk, over pech, over wat heb je verdiend en over kansenverhoudingen. Maar uiteindelijk gaat voetballen om doelen te voorkomen. Of beter gezegd vandaag niet weggeven. En kansen afmaken. En dat is een les die je tegen goede tegenstanders nog meer moet trekken. Want hoe beter de tegenstander, hoe minder kans je hebt om te ontsnappen. Maar zeker naar de komende weken toe zal het cruciaal zijn. Als je zoveel kansen krijgt als vandaag, is 1 goal te weinig. En als je de goals zo weggeeft, is het heel moeilijk winnen. Ja, als je dit aantal kansen wekelijks gaat produceren, dan ga je ook wedstrijden winnen. Dat kan niet. Ja, dat zeg ik. Dit is zeker niet alleen maar negatief, want tegen een hele goede ploeg. Ik vind AZ echt heel goed voetballen, met hele goede spelers. Heb je een hele goede eerste helft gespeeld. Een iets minder deel in de tweede helft, maar ook daarna weer een prima eindfase. Dus je kan genoeg positieve dingen eruit halen, maar je moet ook heel kritisch zijn op waarom je dan verliest. En niet alleen maar denken, nou, we hebben genoeg kansen gehad, dus het komt goed. Je moet echt leren van die momenten. Wat geef je weg? En wat maak je niet af? Ja, je speelde vandaag ook gewoon tegen een ploeg die bezig is aan een geweldige reeks. Die positiviteit meenemen naar Waalwijk. Ja, nee, zeker. Dat is gewoon de kunst altijd om positief te zijn. Want dat is ook vandaag terecht. Je hoeft geen dingen te gaan zoeken, want de positieve dingen zijn duidelijk. Maar je moet ook wel heel kritisch zijn op waarom lukt het dan niet. Dat is dan geen schande tegen AZ. Maar het voelt wel heel onnodig.